Hallo, ik ben Sophie en ben sollicitant. Dit is een demonstratie voor sollicitanten die gebruik maken van speech screening. U klikt op de link die u gekregen heeft van de VDAB. Vervolgens komt u hier terecht. Hierboven kan u uw taal selecteren. Hier onderaan staan enkele belangrijke punten, zoals gebruik enkel PC of laptop, dus liever geen smartphone of tablet. Gebruik Chrome. Internet via kabel is beter dan wifi. En heel belangrijk, test je camera en microfoon vooraleer u begint. Selecteer dus hier uw camera, uw microfoon en controleer of uw gezicht goed zichtbaar is. En zorg voor een goede belichting van je gezicht. Als u hierop klikt, test u uw geluid. Vervolgens selecteert u uw gewenste sessie. Momenteel is er maar één sessie beschikbaar. Typ uw naam, uw e-mailadres en eventueel je gsm-nummer. Hier moet u bevestigen of u een versie van Chrome heeft boven de 36. Dit kan u controleren door hier te kijken. Dit is een versie van 37, dus boven de 36. Vervolgens gaat u verder. Hier krijgt u een lijst van de verschillende provincies waar u een tewerkstelling kan vinden. U kiest voor uw provincie, momenteel enkel Oost-Vlaanderen. Hieronder krijgt u een lijst van de verschillende bedrijven die zich hebben gemeld en u kan deze selecteren of deselecteren. Ik selecteer alle bedrijven. Het enige wat u nu nog hoeft te doen, is op start te klikken. En dan gebeurt alles automatisch. Maar zoals u ziet, is IBM niet beschikbaar momenteel, Microsoft ook niet, en Test ook niet. Dit kan u ook zien door de grijze bollen. Indien de bol groen is, zijn de bedrijven wel beschikbaar. Als een bedrijf beschikbaar is, wordt de verbinding automatisch gemaakt. Dan heeft u 6 minuten de tijd voor uw interview. Na 5 minuten gaat er een belletje rinkelen, om u te herinneren dat er nog maar 1 minuut overblijft. Na 6 minuten stopt het interview en is ook uw sessie. U kan uw sessie ook vroegtijdig beëindigen door op stop te klikken. U kan uzelf ook muten, uw camera uitzetten en een tekstchat starten. Dit is handig voor moeilijke woorden. Indien er problemen zijn met beeld of geluid, kan u dit controleren door hierop te klikken. Zoals u merkt, is het heel eenvoudig en kan u op deze manier 10 verschillende werkgevers een interview geven zonder u te verplaatsen en dit binnen 1 uur. Op het einde hoeft u enkel nog maar uit te loggen. Bedankt voor het luisteren.